Jarenlang zette Nederland vol in op diensten en de financiële sector. Zelf iets maken, dat gebeurde steeds minder. En dat moet veranderen en liefst zo snel mogelijk. Het kan ook, met dank aan, jawel, aan de robots. Want daar ga ik over praten met Ineke Desentje-Hamming. Die is voorzitter van FME, de branchevereniging van de Nederlandse industrie, die zich duidelijk aan het ontwikkelen is. Gaat een andere kant op. En met Elke Osse, directeur, dat moet ik even uitgebreid vertellen. Eigenaar van Osse Equipment Manufacturing Group. Heel veel innovatieve bedrijven zitten daarbij. En hele grote klanten. Shell, ASML, Philips, om er een paar te noemen. Ja. Geen kleine groep. En waar zitten jullie in Nederland? Wij zitten in Almelo. Dat verwacht je dan niet, hè? Nee. Maar toch blijven jullie in Almelo zitten? Ja, daar zit ons personeel. En dat is de hart van ons bedrijf. Dus die willen we niet kwijt natuurlijk. En smart industry, dat vinden jullie belangrijk. Maar ja, er wordt heel vaak gebruikt, die termen, zo zonder een college te geven, mevrouw Hamming. Maar wat is het precies, smart industry? Nou, smart industry is eigenlijk de digitale revolutie waar we middenin zitten. Die komt er niet aan, maar die is er. En dat betekent dat je met behulp van ICT, in combinatie met de productie, dat je foutloos kan produceren, sneller en maatwerk kan leveren. Ja. Even kortweg. Dus u gaat over FME, dus u gaat niet meer over de schoorsteenpijp alleen, maar u gaat juist over een hele andere sector. U gaat naar de technologische bedrijven, de technologische innovaties. Ja, nou ja, je ziet, dat zeg ik ook als voorzitter van Smart Industry, we hebben een actieagenda gemaakt om die hele digitale revolutie succesvol te laten zijn in Nederland. En je ziet dat heel veel bedrijven, van agro tot offshore, die gaan zich mengen en werken met ICT. En daardoor kunnen ze betere dingen leveren aan hun klanten. En u bent een belangrijke speler, want u vertegenwoordigt, laten we daar maar eens even naar kijken wie u vertegenwoordigt. Dat zijn nogal wat bedrijven. Kijk maar, hier 2200 bedrijven in 80 branches, gezamenlijk omzet 70 miljard. Ja. Dat is vrij groot. Dat gaat ergens over. Maar gaat het over die smart industry? Gaat het vooral over de grote bedrijven of ook over kleine bedrijven? Nee, het gaat juist ook over kleine bedrijven. Want die scheiding tussen groot en klein, die is steeds meer aan het vervagen, omdat je veel meer samenwerkt. Dat noemen ze ook wel ecosystemen. Want die grote hebben die kleine keihard nodig, andersom ook. Ja. Maar dat betekent dat grote bedrijven vaak ook een start-up of nieuwe ontwikkelingen laten doen door kleinere bedrijven juist. Omdat die in staat zijn, los van een groot logbedrijf, om dat ook snel te ontwikkelen. En dan kunnen ze dat incorporeren. Dus die samenwerking is cruciaal. En smart industry, dat is juist ook voor het MKB. Dus niemand kan er meer aan ontkomen. En iedere MKB'er, die ik MKI'er noem, hè, midden- en kleine industrie, dat is toch iets anders dan schoenmaker op de hoek, die doet er verstandig aan om ook goed te kijken wat betekent die ICT-revolutie voor mij. En die kan er echt van profiteren. Laten we eens kijken naar deze speler, belangrijke speler in de industrie, wat hij allemaal doet. Ik heb net al een kleine voorzet gegeven, maar we hebben het even op mijn rij gezet. Kijk maar even. Een zelfrijdende elektrisch aangedreven tractor. Het is een van de vindingen van de Osse Equipment Manufacturing Group. Ilko Osse nam het bedrijf, ooit begonnen als machinefabriek, in 2005 over van zijn vader. Bij het grote publiek is het concern misschien niet zo bekend, maar het is geen kleine jongen. Met een omzet van 13,5 miljoen euro vorig jaar werkt het voor giganten als Shell en Philips. En dat maakt de onderdelen voor het onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland. De volgende uitvinding staat al in de startblokken. Een speciaal voor de landbouw ontworpen drone. Ja, die drone en elektrische tractoren en zo. Kom je erop? Ja, hoe kom je erop? We hebben een aantal klanten als boeren gehad. Die kwamen bij mij met een leuk idee over hun voertuig van de toekomst. En daarvan zeiden wij op een gegeven moment, joh, dat is een heel prachtig idee, maar je moet hem eigenlijk elektrificeren. Ja. En daarmee robotiseren. Dus hij kan autonoom rijden over het land. Dus die boer kan er in principe af. Hij kan er ook vanaf zijn iPadje 3 of 4 of nog meer besturen. En we hoorden net al, geen kleine jongen bent u ook. Hè? Dat blijkt al, die bedrijven die u ook bedient. En bovendien denk je dan, ja, deze man, die wil groter worden, wil groot denken. Alle verhalen die ik over u gelezen heb in aanloop van dit programma, daar staat het woord groot denken in. Ja, we houden sowieso van grote producten en grote machines. Ja. Maar daarnaast ook van de kansen die we zien. Ja. Zo zijn we ook met de drone voor agro bezig. Dat is een immens grote drone. Hij is nu nog 3 bij 3 meter, maar hij wordt straks 8 meter. En die gaat over de velden heen. Ja. Nou, heb je daar geld voor nodig? Voor al die grote plannen, die grote ideeën? Dan heb je heel veel innovatiepotjes. Bent u daar tevreden mee, met die innovatiepotjes? Werkt dat een beetje? Dat werkt wel. Zou nog beter kunnen. Zou beter moeten, denk ik, om Nederland daarmee op de kaart te zetten. Wat moet er beter? De regelgeving moet minder en de bureaucratie erachter zou ook een stukje minder. Ja, want begrijp je dat? Ik ken namelijk ook veel ondernemers die zeggen, goed dat het er is, alleen ik heb wel een adviseur nodig om mij wegwijs te maken. Geldt dat voor u ook? Ja, absoluut. En we doen delen zelf, maar heel vaak hebben we een adviseur nodig. En ja, eigenlijk denk ik van, dat zou niet moeten.
Nou, waarom kan de regeling niet zo, zo eenvoudig zijn dat ik dat als een ondernemer gewoon zelf kan doen? Ik had het niet beter kunnen vragen. Ja, wat is het antwoord? Daar maken we ons ook sterk voor natuurlijk. Want wat je ook ziet, dat ook de regelgeving, een mooi voorbeeld, ook bij de heer Ossen, is dat, dat er ook met zo'n tractor bijvoorbeeld elektrisch geremd gaat worden. Maar dat komt niet voor in de boekjes van het ministerie van INM. Nee. Dus ja, dus wordt het niet goedgekeurd. Dan en dat is gek, heel want moeilijk. In Duitsland wel. Dan zeggen ze van, ja, wij kennen het niet. Maar dan gaan we even kijken hoe we het wel goed kunnen keuren. Ja, wat we daarvan vinden, dan moeten we dan gaan testen. Precies. Maar dat is een andere houding als van, we kennen het niet, dus we doen het niet. Maar daar moeten wij dus ook de overheid bij helpen. Want we moeten daarin veel meer partners zijn. Hè? Dat doen we nu ook binnen de Smart Industry Agenda. Dat doen we ook met EZ. Dat doen we met onderwijs. Vindt ondernemers niet prettig. U heeft ook een lang verleden in de Kamer, ook als VVD-Kamerlid. Altijd natuurlijk ageren tegen die overheid met zijn regeltjes. Ja, nou, maar u vindt, je moet juist gaan samenwerken. Ik vind dat je nu moet samenwerken. Ja, anders ga je het niet halen. Want we zitten in zo'n grote transitie. We moeten daarin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Uit die comfortzone. Dat betekent het onderwijs moet verbeteren. Hè, dat je mensen krijgt die straks op de arbeidsmarkt komen. Waar je ook die smart industrie inderdaad mee kunt vervullen. Dus je onderwijs moet beter. Je hebt een arbeidsmarkt nodig. Dus minister Asscher gaat erover. Minister Bussemaker gaat erover. EZ gaat natuurlijk over de groei van onze economie. Ja. En wat daarbij komt kijken. Ik vind ook trouwens dat de minister van Digitalisering moet komen in het nieuwe kabinet. Want dit is zo'n grote transitie. Iets voor u trouwens? Want, misschien, nee? Nou nee, mijn ambitie ligt daar niet. Ik maak me gewoon sterk voor de ondernemers nu binnen. Vindt u dat ook als u dit verhaal hoort, dat dit allemaal moet gebeuren? Dat er meer met de overheid moet worden samengewerkt? Absoluut. Ja, je moet het op ieder vlak doen. Je moet het met de opleidingsinstituten doen, met de universiteiten. En ook met de overheid. Kunt u makkelijk aan personeel komen? Dat personeel waar mevrouw Desentier het over heeft? Technisch personeel is moeilijk, maar nog steeds wel aanwezig. Alleen daar moeten we tijd, geld en aandacht voor besteden. Ook als bedrijven, maar ook als een overheid. En dan is er nog een groot thema. Is er nog een thema? Namelijk het thema robots. En voortdurend discussie erover, halen ze wel of geen banen weg? Daar komen verschillende cijfers over naar buiten. Soms leveren ze juist ook uiteindelijk banen op. Kijk maar even. De Netcar-autofabriek in Born bouwt sinds anderhalf jaar minis met behulp van 1000 robots. Er staat hier een ultramoderne autofabriek die kan concurreren tegen heel de wereld. En de fabriek is mede dankzij de robots een succes. Inmiddels werken er twee keer zoveel mensen als toen de vorige eigenaar Mitsubishi zich in 2012 terugtrok. Maar ook kleine bedrijven groeien dankzij robots. Het Friese MPC maakt deze accubeugels voor windmolens. Dat gebeurde eerst in China, maar dat werd te duur en de kwaliteit was onvoldoende. Het werd door beide factoren, dus een stukje kwaliteit en een stukje hoogte van salaris, toch al gauw tijd om te bekijken van moeten we het weer in Nederland gaan produceren. Nu doet een robot het zware laswerk. En er zijn 3 extra mensen aangenomen. Omdat we door die robot meer klemmen kunnen gaan produceren, meer beugels produceren, betekent meer dat we moeten meer voorbereiden en ook dat we meer moeten assembleren. Dus na het puntlastproces, zeg maar, betekent gewoon meer mensen, meer banen. Ja, ik zie hier twee instemmende, knikkende mensen aan tafel. Maar, natuurlijk, maar daar staat iets tegenover. U kent ook het World Economic Forum in Davos. Ja. Groot onderzoek gedaan onlangs daar van die denktanken. Die berekenen dat 5 miljoen banen zullen verdwijnen. 5 miljoen als gevolg van die smart industry. Ja. Hoe is dat dan te rijmen? Nou, er gaan natuurlijk banen verdwijnen. Dat is oost van alle tijden. Want vroeger had je lampenaanstekers in steden. En als je bedenkt hoe vroeger binnen banken een accept giro werd behandeld, nou, dan weet iedereen, die banen zijn verdwenen. En dat gaat nu ook gebeuren, alleen in versneld tempo. Dat gaat gebeuren. Daar komen dus andere banen voor terug. Bijvoorbeeld de ontwerpers van software voor robots, of de ontwerpers van robots überhaupt. En zo zijn nog veel meer dingen te bedenken. Maar die moeten dus wel anders worden opgeleid. En daar moet je nu al mee beginnen. Dus je moet nu opleiden voor de banen van nu en de toekomst. Dus het gaat allemaal over nieuwe skills. Maar als je bijvoorbeeld, zoals jij zegt... Ik denk als het anders is, als je het niet doet, dan verliezen we nog veel meer banen in Nederland. Maar moet u nu, omdat u die mensen niet kunt krijgen, moet u nu af en toe zelf ook mensen... Haalt u interne opleiders naar binnen? Ja, we leiden zelf ook op. We leiden heel veel mensen op. Ik stel echt Want dan kun je ze precies opleiden waar jij ze voor nodig hebt in het bedrijf.
Ja, en ik stel echt, smart industry is een banenmotor. Want doordat je zo slim kunt produceren, hè, en dat geldt niet alleen voor produceren, het geldt ook voor onderhoud, voor alle processen die we kunnen verbeteren met ICT. Dat betekent dat we werkgelegenheid in Nederland kunnen halen. Zijn we desondanks niet nog steeds een belangrijke diensteconomie, vooral een diensteconomie? Want al, ja, dat is ook een onderscheid dat gaat vervagen. Ik snap de vraag en ik heb het ook vaak over de blunder van de vorige eeuw, dat wij dachten dat wij onze economie konden laten groeien met dienstverlening. Dat is niet waar. Dat is productie, want dat heeft de crisis ons geleerd. We moeten produceren om ook te kunnen exporteren. Daar hoort innovatie bij en dat is cruciaal. Maar diensten. Heb ik hier, en productie... bij RTLZ-collega's, Hella Huuk bijvoorbeeld, die met econoom Robert Wens heeft samengewerkt. En die zegt juist nee, die hebben ook de mythes willen doorprikken. Die zeggen: luister nou, als het gaat om toegevoegde waarde, zijn we nog wel degelijk. Diensteconomie, veel groter. Ja, maar het gaat samen. Dus productie en diensten die zijn vervlochten met elkaar. Die zijn keihard nodig. De creatieve industrie bijvoorbeeld. Hè, als er een prothese 3D geprint moet worden, dan komt de creatieve industrie weer om de hoek. Hè, het onderhoud moet geregeld worden. Dat is ook dienstverlening. Ja, ik kan nog even doorgaan, maar dat raakt steeds meer met elkaar vervlochten. Dus die tegenstelling groot-klein en die tegenstelling diensten en productie, dat is helemaal aan het vervagen. Die horen bij elkaar. Die horen bij elkaar. Dat betekent uiteindelijk moet je wel zelf mensen opleiden. Zou u het fantastisch vinden als daar gewoon instituten voor komen? Als daar door onderwijs juist veel meer aandacht aan wordt besteed? Dat zou prachtig zijn, want dan kunnen wij ons bezighouden met het vernieuwen van producten en ook die productie weer opnemen. En dan die potjes nog, en dat oerwoud weg. Dat u, slimme man, dus u geen adviseur meer nodig heeft. Hoe kunt u dat nou wegnemen, mevrouw Desentier? Want daar hebben we het eigenlijk nog niet helemaal over gehad. Want dat oerwoud aan potjes, ja, dat is toch lastig voor een ondernemer. Daar wil je nou, een van de actielijnen in Smart Industry, dat we samen met EZ ook hebben ontwikkeld, dat is dat we dat gaan verbeteren. Dat we meer gaan standaardiseren. En dat wij ook de overheid zelf moeten helpen. En de ambtenaren, voor hen is het ook nieuw. En wij gaan hen helpen om te laten zien, deze regels moeten daar veranderd worden. Want anders is het een groeibelemmering. Maar laten ambtenaren zich zo makkelijk helpen? Misschien op sommige ministeries dat ze nog wel eens mijn eigen gang willen gaan. Dat op vrijwel alle departementen de deuren wijd open gaan op dit moment voor het bedrijfsleven. Ik heb toevallig vanmiddag nog gesproken met generaal Dame, die met ons samen een defensie field lab gaat openen. Dus een proefomgeving waarbij een belangrijk vraagstuk wordt neergelegd om een base. Hè, dus als je naar Mali gaat op missies, dan moet daar een hele stad gebouwd worden binnen een hele korte tijd. En die hebben nu het bedrijf om hulp gevraagd, helpen ons met innoveren. Kijk, en dat is het partnership wat ik eigenlijk zoek. En dan zijn we echt op de goede weg. Want het gaat maar om één ding. En dat is groei van onze economie. Nee, dat is keihard nodig. Ja, u kijkt een beetje naar mevrouw Desentier alsof u denkt van, wacht eens even. Ze wil geen minister van digitalisering worden, maar misschien wel van economische zaken. Dat zou misschien goed zijn. Dan zouden meer geld naar de industrie gaan. Dat dan wel. Nee, maar er bijvoorbeeld, maar mag ik even, misschien nu toch hier zitten, misschien ook een aardig idee om dat dan te doen? Economische zaken? Nee. Mijn ambitie ligt echt bij smart industrie. Okay. En nou, mooie bedrijven in Nederland en om die verder te versterken. Als we dat willen doen, dan moeten we niet alleen de start-ups funden door middel van subsidies, mogelijkheden, maar vooral de scale-ups. Juist, dat is daar, belangrijk. Daar worden de banen gecreëerd en dan bereik je pas echt wat. Die boodschap is ook doorgedrongen. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, allebei.